Klein beetje trots misschien? Ja, kijk, trots... nee. Hij kan zelf trots zijn dat hij dat gedaan heeft. Maar ik ben niet trots omdat ik hem getraind heb. Dat zou impliceren, oftewel dat, betekent, dat zou betekenen dat ik hem beter heb gemaakt. Nee, ik heb hem niet slechter gemaakt. En daar ben ik wel trots op. Dat is heel, want de meeste trainers, en misschien hoor ik daar zelf ook bij, die maken spelers soms wel eens wat minder. Omdat ze allerlei opdrachten krijgen die ze niet mogen doen. Nou, dat moet je bij kinderen niet al te veel doen. En nou ja, dat heb ik blijkbaar gelukkig niet gedaan bij Arjen. Dus daar ben ik wel trots op, ja. Wat gebeurde er in een wedstrijd? In de C1 was ik trainer van hem. En andere jongens natuurlijk. Wij spelen tegen Enschedese Boys. Zij waren al gedegradeerd en wij waren al kampioen. Stond er niks meer op het spel. In de rust stond het iets van 8 of 9-0 en Arjen had er 6 gemaakt. En die zegt tegen mij, trainer, ik heb er nog nooit 10 in de wedstrijd gemaakt. Dus ik zeg, ik zou zeggen, doe je best jongen. Nou, maak er maar 10. Hij heeft er op een gegeven moment 9 in liggen. Hij gaat er weer 1 voorbij, gaat er 2 voorbij, 3 voorbij in de 16 meter. En in plaats van te schieten, legt hij de bal opzij. Op wie? Op Thijs Bellinga. Een lieve, rustige, aangenomen jongen, donkere jongen uit Hogeveen. Uit Hogeveen. Die scoort zijn eerste en laatste goal voor FC Groningen in de jeugd. Dus ik zei, Arjen, kom eens even. Dus hij, met zijn druppelpasje. Ik zeg, man, wat heb jij die jongen een heerlijk gevoel gegeven. Dat vind ik zeer aardig van jou. Zeer sociaal. Ik zeg, nou heel snel opschieten en die 10e maken. Nou, dat duurde nog geen 2 minuten. En toen lag hij erin. En in de tweede helft kreeg het ook nog die vuurwerkramp. Dus toen begon het letterlijk even te trillen daar. Dat was op 3 kilometer afstand. Dus dat was, op meerdere vlakken was dat een zeer bijzondere wedstrijd. Maar Robben egoïstisch, dacht het niet. Punt. En daar staat, niet de drie, maar 3 gezusters. 3 gezusters. Arjen was serieus. Was altijd op tijd op de training, deed zijn best. Pingelde af en toe iets te veel. Maar voor en na de wedstrijd was hij extreem sociaal, nog steeds. En hij schopte er vaak ballen in. 1 keer ging het mis. Het was op een vrijdagmiddag. Wedstrijdtraining van 1 uur, kwam hij met 3 andere jongens te laat. Een half uur. Dus ja, trainer, we zijn te laat. Ik zeg, kom eens even jongens, what's up? Wat is er aan de hand? Bleken ze in de 3 gezusters gezeten te hebben. Oh, dat kan. Dan zat je trainer vroeger ook wel eens. Nou, ook met meiden. Ja. Een heel leuk meisje, Arjen. Ja, trainer, om eerlijk te zijn, ja, een heel leuk meisje. Was zij het nou waard om te laat op die training te komen? Ja, trainer. Ik zeg, oh ja? Dan moet je heel snel je kleren aan doen en lekker mee gaan trainen. En met die meid, wist ik helemaal natuurlijk niet, is die jaren later getrouwd. Dat is Bernardine. Dus ik heb hem als voetballer niet in de weg gezeten. Daar ben ik trots op. En in zijn liefdesleven ook niet. Nou ja, dat is toch wel een prettig gevoel. Dus dat was het verhaal van de 3 gezusters en meneer Robben. Zonder drank trouwens, had niet gedronken. Dat heb ik nog even gecontroleerd.